Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een omslagdoek haken, maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar het kanaal Iedereen kan haken. Het wordt echt ja, meer dan 10.000 abonnees en heel veel duimpjes omhoog en het is echt gewoon leuk om te doen. Ik probeer alle vragen te beantwoorden. En ja, nu gaan we eerst beginnen aan een omslagdoek met deze wol. Dit is de Eva, de Eva van de Vibra. Hij wordt gehaakt op normaal op 3,5 tot 4, maar ik ga gebruiken haaknaald nummer 6. En dan zal ik nog even het wasvoorschrift bekijken. Kijk, een handwasje op 30 graden. Dus als je je omslagdoek een keertje wil wassen, ik zou het niet in de wasmachine doen, niet in de droger en een heel lichtjes opstrijken. Dus dit was de informatie over de Eva. Dit is die leuke wol die ik ga gebruiken. En ik heb het patroon ook geschreven. Dan kan je mij een berichtje sturen en dan via Messenger. En dan leg ik je uit hoe je aan het patroon kan komen. Maar voor eerst nu, we gaan beginnen. En ik wens je veel haakplezier. Kijk, we gaan beginnen met de omslagdoek. En ja, dit wordt hem. Ik heb deze omslagdoek, ja, die is zo makkelijk gehaakt, maar je moet wel dubbele stokjes leren. Nou, dubbele stokjes is gewoon twee keer om je haaknaald slaan. Het is gewoon een hele leuke omslagdoek. Kijk, dit is de rand eraan, maar die ga ik in een andere video uitleggen. Dus nu wordt het van de Eva deze omslagdoek en dan gaan we beginnen. En we pakken dus de buitenkant van de wol en je pakt je haaknaald. Je mag met de magische lus beginnen, maar je mag ook 5 lossen maken. Ik begin deze keer met 5 lossen en die lossen die zet je dan weer vast. 1, 2, 3, 4, 5 en je zet hem vast hier in de eerste steek en je haalt hem door, dus dan heb je een halve vaste. Zie je, dan is dit je begin rondje. Dan ja, je hebt de ring gesloten en nu begin je met 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En dan maak je dubbele stokjes in de lus. Dus je gaat die lus hierin. Dan ga je dubbele stokjes in maken. 1, 2. En je maakt 4 dubbele stokjes. En deze telt mee. Dus in totaal worden het 5 stokjes. Maar nu ga je 4 dubbele stokjes maken. Je hebt twee keer om de naald heen gegaan en je maakt een dubbel stokje. Dan heb je er 4 gemaakt en deze telt mee. 1, 2, 3, 4, 5. En dan ga je weer 3 lossen maken. 1, 2, 3. Twee keer weer omslaan. En je gaat nu 5 dubbele stokjes maken. Dit is dus al 1. Twee, drie, vier, vijf. Nou, een begin is gemaakt. Je hebt echt, kijk, dit is dan de bovenkant van je
van je omslagdoek. En dit is de onderkant. En nu gaan we het weer keren. En dan maken we eerst 3 lossen. Maar we gaan eerst het weer keren. En het weer keren, daar bedoel je mee dat je het werk zo houdt en dan ga je het als een blaadje zo omslaan. Kijk, en dan ga je aan de achterkant verder werken. Je houdt dit koordje, beginkoordje, hou je onderaan. Dan pak je weer je haaknaald, je houdt hem gewoon in die lus en je maakt 3 lossen. 1, 2, 3. En nu gaan we gewone stokjes maken en die maken we in deze steek. Dus we maken hier nog een stokje in die eerste steek. En we gaan er nog een inzetten. In die eerste steek. Kijk, dan heb je al meteen je meerdering te pakken. En dan heb je 3 stokjes en die, ja, 1, 2, 3. Want die eerste 3 die telt mee als stokje. Dus in totaal heb je er 3. Nou, dan ga je op iedere steek 1 stokje zetten totdat je in het midden bent. Dus de volgende steek, hier zet je een stokje op. En op de volgende steek zet je een stokje. En op de volgende zet je een stokje. En als het goed is, heb je dan weer 4 stokjes gemaakt. En dan kom je in die opening en daar ga je even kijken. In de middenopening zet je 2 stokjes. Hier zet je 2 stokjes in. 1. 2. Dan ga je 3 lossen maken. 1, 2, 3. En dan ga je weer 2 stokjes hierin maken. Even garen pakken hoor. Dit is 1 en dit is 2. Zie je, dan heb je alweer de bovenkant gemaakt. Dan ga je weer op elk stokje een stokje zetten. En als het goed is, zijn er dat 4. Dus dit is 1. Dit is 2. Dit is 3 en dit is 4. Nu gaan we in deze opening, dus tussen de laatste, die losse rij en de een na laatste stokje, hier gaan we 3 stokjes inzetten. Dus gewoon in deze opening, hier zet je 3 stokjes in. 1, 2, 3. Kijk, en als je dan weer kijkt, dan heb je toer 2 al af en dan heb je al een mooie driehoek. Dit is echt de simpelste driehoek sjaal die ik ken. En ja, nu gaan we weer het weer keren en dan gaan we met toer 3 verder. En we gaan nu het weer keren en dan doen we weer dit. Je pakt dit op en je keert het werk en je houdt je haaknaald gewoon in de lus en nou zet je 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En nu ga je in deze eerste steek hierin ga je nog 2 dubbele stokjes zetten. Dus in deze eerste steek, daar steek je in een dubbel stokje en nog een dubbel stokje in diezelfde steek. Zie je? In totaal heb je dan 3 stokjes, want deze telt mee. Dan sla je 1 steek over, deze sla je over en je maakt een losse en je maakt in de volgende het volgende stokje. Dus je doet eerst een losse en deze sla je over en dan ga je weer een dubbel stokje in deze zetten. Niet in deze, maar in deze. Dan weer 1 losse,
Je slaat weer een stokje over, dus niet in deze, maar in deze. En weer een losse. En je slaat een stokje over. En je maakt in de volgende weer een dubbel stokje. En weer een losse. Zie je? En dan krijg je die openingen. Dan sla je nog een stokje over. En in de volgende zet je een dubbel stokje. Dus je slaat twee keer je draad om. En je maakt een dubbel stokje. En dan ga je weer een losse maken. En dan ben je hier bovenaan en dan ga je twee dubbele stokjes maken. 1 2 Dan maak je, omdat je bovenaan bent, maak je drie losse. Drie losse. Dan ga je weer twee dubbele stokjes in die opening zetten. 1 2 1 losse. Je slaat een stokje over en je dient deze, maar de volgende, daar zet je weer een dubbel stokje in. Dan ga je weer een losse doen en je gaat weer een dubbel stokje, niet in deze, maar in de, dus niet in de volgende, maar 1 sla je erover. En weer een dubbel stokje. En weer een losse. En weer een dubbel stokje, niet in deze, maar in de volgende. Je kan de video langzamer af laten spelen. Er zijn hierboven zijn drie puntjes. Daar kan je de afspeelsnelheid langzamer zetten. En je kan natuurlijk ook de video stopzetten. Maar je kan ook de ondertiteling aanzetten. En dan gaan we deze overslaan en in de volgende zetten we weer een dubbel stokje. Dan gaan we hier tussen gaan we nog twee dubbele stokjes zetten in de opening. 1 2 En we gaan nog een, even kijken, dit zijn er 1 2 3. Ja, we hebben de toer klaar nu. Zie je, dan heb je een mooie driehoek. En dit was toer 3. En dan gaan we dadelijk verder met toer 4. Dan zie ik je zo weer terug. We gaan nu weer het werkstukje draaien. Dus je draait je werkstuk. Je houdt je draadje aan de onderkant. En we gaan nu 3 losse maken. Want we gaan nu met stokjes werken. 1, 2. 3. Je maakt 3 losse en je zet 2 stokjes in dezelfde steek. Dus weer in deze zet je 2 stokjes. En nu herhaal je eigenlijk weer de toer met de stokjes. Dus we gaan nu op elk stokje een stokje zetten. Dus op deze zetten we een stokje. Op deze zetten we een stokje. En op deze, in deze opening zetten we ook een stokje. En we gaan weer een stokje op het stokje zetten. En we maken weer een stokje in de opening. En we zetten weer een stokje op het stokje. En we maken een stokje in de opening. En zo ga je gewoon door tot je bovenaan bent. Ja, ik haak gewoon even mee. Gaat het te snel, ja, dan zet je even de video stop of je past de afspeelsnelheid aan. Eén puntje minder kan al net schelen dat het rustiger gaat. Nu zijn we hier bovenin aangekomen. Daar gaan we weer 2 stokjes in zetten. 1 2 Bovenin doe je 3 losse. 1 2 3 En je gaat weer 2 stokjes bovenin zetten. 1 2 Nu ga je weer aan deze kant hetzelfde doen als wat je aan
deze kant gedaan hebt, zie je op elk stokje een stokje en in de opening zet je ook een stokje. Dus op elk stokje één stokje. En in de opening zet je ook weer een stokje. En zo ga je verder tot op het eind, dan zie ik je weer terug. En we zijn nu bijna op het einde van toer 4. En we gaan hier in die laatste gaan we nog 3 stokjes zetten. 1 2 3 Kijk, en dan hebben we weer een even. Kijk, hier heb je 1, 2, 3 in die eerste opening. En dan een stokje in een stokje. En die hou je evenwijdig aan deze kant. Dus ook weer 3 stokjes hier mee eindigen. Het is echt een leuke omslagdoek hoor. Dat wordt echt ja, mooi met die kleurtjes. We gaan weer het werk keren. En ja, toer 5 is dus hetzelfde als toer 3. Ik ga even meedoen. 1, 2, 3 lossen. Dit is toer 3, is weer de toer met de dubbele stokjes. Je maakt dus, oh sorry, 4 lossen. 4 lossen is de dubbele stokjes. En dan maak je weer 2 dubbele stokjes in die eerste opening. 1. Twee dubbele stokjes en toer 3, dus 1, 2, 3 is met die dubbele stokjes. Kijk, hier hebben we 1, 2, 3 dubbele stokjes. Dan ga je weer een losse, een stokje, een los, een stokje doen en je slaat een stokje over. Dus je doet nu een losse, je slaat 1 stokje over, dus deze sla je over en dan doe je weer een dubbel stokje in de volgende steek. Een losse, je slaat een stokje over en je doet een dubbel stokje in de volgende steek. Een losse, een dubbel stokje, 1 overslaan en in de volgende steek. Een losse, een dubbel stokje, 1 overslaan en in de volgende steek. Een dubbel stokje, een losse, 1. Je slaat een stokje over, even eentje terug, 1 overslaan, in de volgende steek insteken en een dubbel stokje, 1 losse, een dubbel stokje, deze sla je over in de volgende, 1 losse, deze sla je over en in de volgende steek je. Maak je een dubbel stokje, 1 losse, je slaat er 1 over en in het laatste stokje daar zet je weer een dubbel stokje en 1 losse. En bovenin hebben we hier ook gedaan met die andere toer, toer 1 2 toer 3, daar heb je 2 dubbele stokjes in gezet. Dus nu ga je in deze opening 2 dubbele stokjes zetten, 1 2 in de opening zonder een losse ertussen. En nu ga je 3 losse maken en doe je weer hier bovenin 2 dubbele stokjes, 1 2 dan ga je een losse doen en je gaat weer dubbele stokjes de volgende rij maken. En het garen begint al donkerder te worden en ja, het zeegroen dat komt natuurlijk later, maar het is wel heel leuk om in met zo'n bol van 3 euro zo'n leuke sjaal te maken. 1 sla je over en de volgende daar steek je weer in en maak je een dubbel stokje, 1 losse, 1 overslaan, insteken
en een dubbel stokje. 1 overslaan en een dubbel stokje, 1 losse, 1 overslaan, 1. Dit is echt een leuke driehoeksjaal. 1, 2, ja. Of omslagdoek, of hoe je het noemen wilt, of ja, waar je het ook voor wil gebruiken. 1 overslaan, deze overslaan. Een losse en weer een dubbel stokje. 1 losse. En hier op het einde, hier zetten we 3 dubbele stokjes in. 1, 2, 3. Dit was toer 5. Ik zal nog toer 6 met jullie meehaken. En ja, de rest, het wijst zichzelf. Het is zo makkelijk om te leren. Dus ik zie je zo bij toer 6 weer terug. We gaan nu beginnen aan toer 6. Dus je keert weer je werk. Nou, ik zal het op dezelfde manier doen. Je draait je werk zo. En je hebt weer de dit is niet de achterkant van je werk, want dit wordt nu weer je voorkant. En nu gaan we toer 6, maak je 3 losse, want nu ga je weer gewone stokjes maken. 1, 2, 3. En toer 6 is dus hetzelfde als de tweede toer. Zie je? De tweede, derde, vierde, vijfde. En nu gaan we toer 6. In die eerste steek maak je 2 gewone stokjes. 1, 2. Dan ga je in elk stokje, op elk stokje, een stokje zetten. En als je de opening ziet, die is dus na het derde stokje, daar ga je hier tussen een stokje zetten. En op het volgende stokje. Een stokje en in de opening weer een stokje en op het dubbele stokje een stokje. In de opening een stokje en op het voorgaande stokje, ja, een gewoon stokje. Zie je hoe de toeren zich herhalen? Het is gewoon, het is ook wat je zelf wil, maar je moet gewoon die meerdering van die, ja, die 2 extra stokjes in het begin aanhouden. Dus je maakt eerst die 3 losse in het begin en dan ga je die, kijk, ik ben nou bovenaan. Ik zal eventjes beginnen met bovenaan, want het is altijd belangrijk. Zie je dat je hier in het begin bent begonnen met 3 losse, 2 stokjes in de eerste steek. En dan ga je een stokje op een stokje zetten. En dan ga je in de openingen ga je ook een stokje zetten en op het voorgaande stokje. En nu ben ik boven aangekomen hier bij die opening. Daar doe je 2 stokjes, 3 losse en weer 2 stokjes en je maakt eigenlijk de hele toer af met die stokjes. Ik zal nog even meehaken. Op elk stokje een stokje. Kijk, dit zijn natuurlijk die bovenste stokjes, die waren 2. Hier staat ook nog een stokje.
En dan kom je weer bij de openingen waar je ook één stokje in zet. En weer op het voorgaande stokje een stokje. En in de opening een stokje. Dus deze omslagdoek die heeft maar 2 toeren. Het is makkelijk te volgen. Je moet de dubbele stokjes misschien even goed in de gaten houden, maar ja, dat kan je ook met gewone stokjes doen. Het is maar net wat je het mooiste vindt. En het haakt lekker weg, hè, bij de tv. En dat is belangrijk, dat je rustig wordt van het haken. En ja, je hoeft niet meer op te letten hiermee. Kijk, op het laatst let je even op wel van nog een stokje op een stokje. En tussen die laatste en de ene laatste in, daar doe je 3 stokjes. 1. Twee. 3. Kijk, en dan zijn we nu aangekomen op het einde. Op het einde mag je niet vergeten dat je daar 3 stokjes in moet doen. En in de steken met de dubbele stokjes ook 3. Maar het herhaalt zich gewoon en het wordt echt heel mooi. Met, ja, met deze steek. Het is gewoon een heel makkelijk patroon. Het is de Eva Wol. Ik zou zeggen veel haakplezier. Bedankt voor het kijken. Graag de duimpjes omhoog. Hier onder de video kan je ook nog je verhaaltje vertellen. Maar dat kan ook via Facebook. Graag abonneren. Hieronder op de knop klikken. En ik zie je bij de volgende video weer terug. Bedankt voor het kijken.